Goedendag, beste TV Hattem-kijkers. Zoals u om u heen kunt zien, wordt Hattem behoorlijk op zijn kop gezet door glasvezel. Binnen afzienbare tijd zal dit project afgerond zijn en kunt u kijken of blijven kijken naar TV Hattem nu ook via glasvezel. Alle providers van glasvezel hebben toegezegd ook TV Hattem door te zullen geven. Bij sommige providers is dat nog niet helemaal op orde. Ed Blok, de voorzitter van RTV Hattem, zal erop toezien dat de gemaakte afspraken zo snel mogelijk gerealiseerd zullen worden en u en uw buren of familie deze vertrouwde zender weer kunnen volgen. Zo, en nu snel naar de onderwerpen van deze week. Eerste ondernemer op Hattemerdeel H2O hield open huis. Praatgroep Buitenlandse Vrouwen bestaat 10 jaar. Lente op landgoed IJsselvliet. Officiële opening Rozenboomspoor. Ties Jaarsma stopt met sport op zaterdag. Wie volgt hem op? Voerman senior ontwikkelde zich in Hattem tot een landelijk bekend kunstenaar. U kunt nu kijken naar deel 4. In onze uitzending van 3 september 2010 hebben we de aankondiging gedaan dat het eerste schaap over de dam was. Dat betekende concreet dat er een accountants- en belastingadviseurkantoor als eerste op het perceel bouwgrond op het Hattemer gedeelte van H2O getekend had. Op 31 maart van dit jaar hield deze onderneming haar open huis. Welkom. Welkom bij Veldkom en Pol, accountants en belastingadviseurs. Ik wou even een rondleiding geven door ons nieuwe pand hier aan de Duurzaamheidsstraat. We hebben vandaag een open dag. Een opening hier op 31 maart van 10 tot 2 uur. We hopen dat veel klanten en genodigden zullen komen. Ik wou jullie een korte rondleiding hier door het pand geven. Hier beginnen we bij de loonadministratie en de receptie. We zijn een accountants- en belastingadvieskantoor. Voor onze klanten verzorgen wij de loon, ook naast de jaarrekening en ook de loonadministratie. Hier zitten de mensen die de loonadministratie doen. Zij pakken ook wel regelmatig de telefoon op en ontvangen de mensen die klanten die binnenkomen. Loonadministratie houdt in alles van loonstroken tot ziekmeldingen, eigenlijk het hele pakket. Nou, hier even verder naar de volgende ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt, hier zitten de mensen voor het voorbereiden van jaarrekeningen. En ook voor, hier worden ook de jaarrekeningen ingebonden. Dat gebeurt hier ook allemaal. Dus het is ook een beetje een secretariële ruimte. Hier zitten assistent accountants. Dus deze maken de jaarrekeningen. Iedereen heeft de werknemers hebben een budget gekregen om een kamer voor de eigen smaak in te richten. Nou, dus deze mensen zijn losgegaan op bloemen en koeien. Je ziet de warmtepomp en de ketel. Er zit een boring van 80 meter diep. En daarmee wordt ons pand voorzien van warmte en als het goed is ook koelte in de zomer. Alles gaat via de vloer en het is een heel energiezuinig systeem. Er wordt geen gas geleverd op H2O, op het bedrijventerrein. Dus op deze manier hebben wij hierin voorzien. Dit is de kamer van Ilina Pol, dat is mijn compagnon. Zij is accountant, AA-accountant. Zij verzorgt dus zij controleert de jaarrekening of de samenstellingsverklaringen. En zij is ook het aanspreekpunt voor haar klanten. Nou, hier zijn we dan boven gekomen. Hier ook weer eigenlijk dezelfde ruimtes als beneden. Ook, hier worden ook de jaarrekeningen voor klanten voorbereid. Goed, we hebben nog wat ruimte over. Het is wat op de groei. We zitten nu met 12 mensen en we hebben ruimte voor maximaal 20 mensen. Zal ik even de installaties boven laten zien. Hier zit een zogenaamde WTW-installatie. Deze zorgt ervoor dat de koele lucht, dat de lucht wordt binnengegaan en iets wordt voorverwarmd, zodat er zo min mogelijk energie wordt verbruikt. Hier vinden ook besprekingen plaats. Verder is er hier niet zo heel veel over te vertellen. Behalve het uitzicht? Behalve het uitzicht, inderdaad. Zolang er nog niet, zolang er nog weinig andere ondernemingen zitten, hebben we nog een prachtig uitzicht. Dit is A28.
En we zitten hier in zo'n, ja, vroeger, er was ook, eerst zou het de Oksel genoemd gaan worden, want daar is de A50 te zien. Nou, de rondweg kijken we ook op. En aan de rechterkant is dan nog Hattemerbroek te zien. Het ontwerp van dit gebouw is vrij bijzonder. Kun je daar iets over vertellen? We wilden graag een heel transparant gebouw, waardoor je als het ware door de mensen kunt zien werken. En we hebben ervoor gekozen om eigenlijk de constructie van het pand, om dat volledig in beeld te houden. Dus het staal en beton is zichtbaar. En daardoor heeft het een beetje industriële uitstraling. De kantoren is ook het staal wel in het zicht. Maar daar hebben we dan wel gekozen voor vloerbedekking en gewoon een plafond om het iets huiselijker te maken. Jullie waren de eerste die hier op dit industrieterrein jullie vestigden. Heeft dat nog navolging gehad? Er zit inmiddels is er een pand in aanbouw. Dat is de slagerij van Guilijk, de catering. En Makoi, die volgens mij kooikarpers en vijvers doet. Dus die zijn nu aan het bouwen. Dat is bijna klaar. Die schieten behoorlijk op. En binnenkort gaat muziekhuis G. Salman gaat ook bouwen. Dus langzamerhand begint het te lopen. Het is helemaal nieuwbouw. Heb je ook eens overwogen om om in een bestaand pand te gaan zitten? Hebben we wel overwogen, hebben naar gekeken, ook in Hattem, want we zaten eerst ook in Hattem. Maar daar konden we niet echt een geschikt pand vinden. Dus uiteindelijk hebben we gekozen voor nieuwbouw. Ook toch ook wel om energiezuinig te kunnen bouwen, want dat vonden wij toch ook wel belangrijk. En om iets te kunnen bouwen wat volledig op ons toe is gesneden. En waar we eigenlijk onze visie op bouwen, maar ook een beetje op ons werk eigenlijk. De transparantie om dat naar buiten te kunnen brengen. Qua bouwkosten ben je nog misschien voordeliger uit? Qua bouwkosten, voordeliger, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel iets. Nieuwbouw is vaak toch nog iets voordeliger dan zeker. Dat is natuurlijk, we hebben wel gebouwd in een tijd waarin je niet de hoofdprijs hoeft te betalen. Omdat aannemers wel heel graag het willen bouwen. Dus wat dat betreft denk ik ook dat we een goede investering hebben gedaan. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt. En veel klanten. Ja, bedankt. Het 10-jarig feest van vluchtelingenwerk werd op uitbundige wijze in de Marken gevierd. Ik kom uit Oost-Turkestan. En hoe lang bent u hier al in Nederland? Ik kom in Nederland anderhalf jaar. Ik kom in de Hattem is bijna 7 maanden. Zo, en hoe lang zit u al bij deze club? Ik kom 7 maanden is deze club. En ik vind dat u heel goed Nederlands praat. Leert u dat hier? Ja, ik hier leren. En hebt u thuis ook, praat u thuis ook Nederlands? Nee, ik ben mijn buurvrouw en buiten winkels. Ik kan praten met mijn vrienden. Ik kan praten in de Nederlandse taal. Soms in thuis ook. Leuk. En waar komt u vandaan? Turkije. Turkije? Ja. En praat u thuis ook Nederlands? Ja, niet zoveel. Niet zoveel? Nee, beetje. Maar ik vind dat u het goed doet. Ja. Ja, mijn 4 kinderen, mijn man ook, kinderen ook Nederlands praten. Ik niet zoveel. Niet zoveel? Nee. En oefent u hier steeds? Nee, elke maand. Elke maand? Elke maand. Komt. Ja, heel leuk, gezellig.
En waar komt u vandaan? Afghanistan. Ja. En hoe bevalt het u hier? Bijna 8 jaar. Bijna 8 jaar? Ja. En hoe bevalt het u hier in Nederland? Ja, goed. Goed? Ja. U zucht wel. Ja. Ja. U wilt niet terug naar Afghanistan? Nee. Waar komt u vandaan? Uit Marokko. Marokko? Ja. Ja. En uw man, werkt hij nog? Of is nee, je... mijn man werkt in deze momenten niet. Een paar jaar geleden werkt niet meer. Okay. En dus ook hij AOW, zeg maar. Dat is, ja. Maar u hebt een woordje nu aan. Wat zeg je? Is dat origineel Marokkaans? Ja, Marokkaans. Sport. Oh. Dat denk ik nou, feest vandaag en... daarom. Ja. En hebt u nog kinderen thuis? Ik heb 5 kinderen, maar ik heb 2 dochters nog thuis. Okay. Ja, ja. En de rest is alweer terug naar Marokko? Nee. Allemaal in Nederland. Mijn oudste dochter is getrouwd, ze heeft kinderen. Tweede zoon getrouwd en woont hier ook in Hattem, werkt in Zwolle. En andere zoon ook woont in Hattem, werkt in Lelystad. En 2 dochters aan studeren nog. Dit is een praatgroep buitenlandse vrouwen. Wat houdt er precies in? Alle mensen die niet oorspronkelijk Nederlands zijn, dat die hier terecht kunnen. Die vaak moeite met de taal hebben en zo, dat die... hier een beetje vrijer worden met het spreken van het Nederlands. Zijn dit alle buitenlandse vrouwen in Hattem? Nou, niet allemaal. Nee. Maar wel behoorlijk wat. In de eerste plaats zijn het vrouwen van vluchtelingen, als vluchtelingen vrouwen. Maar daarnaast hebben we het opengesteld voor Marokkaanse, Turkse, wie dan ook hier wil komen. Maar de bedoeling was inderdaad dat we hebben het opgericht omdat we merkten dat als gingen ze naar school, dan was de school beëindigd, de cursus, en dan werd het steeds moeilijker om Nederlands te spreken. En wij hebben echt de Nederlandse taal als voertaal hier. En we hebben zelf ontdekt in die 10 jaren dat ze daardoor vrijer worden, vrijer ook in de omgang met gemeente en dat soort dingen. En dat, ja, dat werkt heel goed. En naast het Nederlands spreken hebben we natuurlijk in eerste instantie ook voor educatie gedaan, integratie. Deskundigen uitgenodigd, maar wij doen ook veel zelf met mensen. En u ziet wel aan de groep hè, dat ze heel erg blij ermee zijn. Ze vinden het heel erg gezellig om hier 1 keer in de maand te komen. Dat merken we gewoon. Ja. En ze hebben ook heel veel vriendschappen opgedaan onder elkaar. Alle landen door elkaar. Ik bedoel Turkse vrouwen met Irakese vrouwen en met Afghaanse vrouwen. En dat komt allemaal nu bij elkaar en heeft gezellige dingen met elkaar. En dat vinden wij eigenlijk dat ook zo hoort in Nederland. Anders krijg je allemaal groepjes Turkse vrouwen, groepjes Irakese vrouwen en Afghaanse vrouwen. En nu komt dat allemaal een beetje door elkaar. Nou, wij zijn beide van vluchtelingencontact. We werken bij vluchtelingencontact. Hami 15 jaar, ik al 20 jaar. En wij kwamen tot de ontdekking dat wat ik al net zei, de taalkursussen niet voldoende zijn. Die ze moeten dan verplicht doen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou, hier gaan we wat aan doen. Ja. En we hebben beiden het opgericht. We zijn naar de gemeente gegaan. En we hebben een subsidie gevraagd en dat werkt uitstekend. Het is onder de paraplu van vluchtelingencontact, maar we zijn wel zelfstandig. Precies.
21 maart begint volgens de kalender de lente. Of de natuur zich hier ook aan houdt, zien we in de volgende documentaire die gemaakt is op het mooie landgoed IJsselvliet bij Wezep. We mochten in de binnentuin op zoek gaan naar de eerste tekenen van de lente. Niet alleen de natuur, maar ook de beheerder liet zien dat de winter eindelijk achter ons ligt. De ontluikende groen in het voorjaar. Eind maart zijn we hier op landgoed IJsselvliet. En we willen graag het ontluikende groen van het voorjaar in beeld brengen. En hier zijn we dus aangekomen bij een paar narcisse plekken. En die genieten mooi van de zon. En als ik dan hier in het water kijk hoeveel kikkers dat hier wegspringen. Zo, daar een stuk of wat. Ja, hier, oh, ja, hier springt er net eentje. Je duidelijk zien twee kikkers. Het mannetje is kleiner dan het vrouwtje en die wordt nu op de rug meegenomen door het vrouwtje. En het watertemperatuur begint een beetje warm te worden en dan leggen ze het kikkerdril. Prachtig zoals deze kikker zichtbaar is. Zwemvliezen aan de achterpoten. En deze genieten dus mooi van het voorjaarszonnetje, lekker in de zon, mooi op temperatuur komen. Het zijn amfibieën, koudbloedig, dus ze passen zich aan de temperatuur van de omgeving. De temperatuur is niet constant, maar die gaat mee naar beneden en mee naar boven. Bij mensen is dat dus gemiddeld 37 graden. En bij deze dieren is dat anders. Die gaan gewoon met de temperatuurlijn mee. We zijn dus nu aangekomen in de binnentuin van landgoed IJsselvliet. We gaan even op zoek naar de botanische tulp. Ah, daar vliegt de buizerd. Het miauwen van de buizerd kun je nou duidelijk horen. Hij is op thermiek aan het zweven. Bakend het gebied af. Erg mooi deze botanische tulp, kondigt het voorjaar aan, optimaal genietend van het mooie lenteweer wat we nu hebben. Mooie oranje rode kleur, ja, dat is toch wat wij verlangd hebben na een lange koude winter. Het is een vroeg bloeiende soort, kun je vaak herleiden naar hoe kleiner dat de bolgewas is, des te eerder dat die bloeit. En denk maar aan de grote tulpen die in de Flevopolder staan. Ja, die zijn over het algemeen wat groter, hoger en die bloeien later. En dan moet je denken aan rond Koninginnedag 4 en 5 mei dat ze bloeien. Iets verder staat de Bergenia, schoenlappersplant, leerachtig blad. En die begint nu in het voorjaar ook te bloeien. Het is wel een plant die vaak last heeft van de late nachtvorst, dan bevriest die en dan heb je dus geen bloei. We kunnen daar een mooie hommel zien die afkomt op de eerste bloei van de voorjaarsplanten. Ja, die heeft zijn nectar ook nodig, dus die komt uit zijn winterslaap. Muren op een landgoed. Ja, je zult je wel afvragen van wat doen muren nou hier in de binnentuin. Die hadden destijds wel degelijk een functie. Het is nu gerenoveerd. Er staan nieuwe houten frame omheen. En er zijn nu nieuwe leifruitsoorten op aangeplant. In het vroege voorjaar wordt de muur dus verwarmd door de zon. De muur die behoudt zijn warmte. En 's avonds en 's nachts dan straalt de muur weer langzaam de warmte af. En dat komt weer te goed aan de planten die hiervoor zijn geplant. En dat is dus het leifruit die tegen die raamwerken aan zijn gezet. En daardoor kunnen zij optimaal genieten van de warmte.
En dat daar het dan vaak producten zijn, struiken die uit het Middellandse zeegebied komen, die dus de winters van hier in Nederland niet zijn gewend, kunnen ze toch goed gedijen door een reflectie van warmte van de zon naar de muren toe. De raamwerken die hier zijn gebruikt, die komen van het hout wat geoogst is hier op het landgoed. Het zijn douglasbomen. Die zijn verzaagd tot raamwerken, latjes en balkjes. Is in elkaar gezet en dit moet dus het raamwerk worden waar het leifruit tegen aangeleid wordt. Nou ja, we staan hier in, in de middagzon en het is hier lekker toe voor nou. De perenboom is geplant. We kunnen zien dat hij geënt is. En ze hebben de kop eraf geknipt. Dit om de onderstam beter te doen laten ontwikkelen, moet eerst zorgen dat hij goed ontwikkeld wordt. En daarna gaan we pas werken met een goed gestel wat hier tegen het raamwerk aangeleid wordt. Vandaar dat de kop eruit is gehaald. Het is allemaal net nieuw aangeplant. De muren zijn dus gerenoveerd. Gerestaureerd, zit een nieuwe voeg in. Stenen zijn gepikkeld, er is een nieuwe koprollaag opgeplaatst. Kan weer jaren vooruit. Sta je hier te midden van een rhododendronvak. Struiken zijn goed de winter doorgekomen. En wat nu gelijk al opvalt zijn de dikke knoppen. Zijn we week of 4 tot 6 verder, dan broeit dit prachtig roos. Eigenlijk niet wachten totdat ze alweer gaan bloeien. Stinzenplanten in het voorjaar. Hier, dit is er ook zo'n een. Speenkruid. Typisch een plantje wat bloeit en groeit voordat de bomen in de bladeren komen. Het zonlicht komt optimaal op de bodem. Daar profiteert dit plantje dus van. Hij bloeit geel, stervormig. En als straks de bomen in de bladeren komen, dan verdwijnt bovengronds het groene. En dan wordt zijn energie wordt opgeslagen in het knolletje wat dus onder de grond zit. Daar bewaart dit plantje zijn reserve in. Bovengronds verdwijnt dus. En zo blijft het knolletje over in de grond. Volgend jaar komt hij weer naar boven toe. En het knolletje heeft de vorm van een speen. Vandaar de naam speenkruid. En vroeger met de VOC namen ze dit wel gedroogd mee. Het is een plantje die veel vitamine C bevat. En dat voorkwam weer scheurbuik op de lange vaart. In de heesterborder met schimmia's, rhododendrons treffen we hier ook de forsythia aan. Het bloeiende hout is een soort die op het hout van vorig jaar bloeit. Het oude hout, zeg maar, overjarig hout. Kondigt ook het voorjaar aan. Prachtig helder geel, mooie dankbare struik die dus in het voorjaar helder geel bloeit. Het is wel typisch dat we de kleur geel als een van de eerste kleuren zien die bloeien. Denk maar aan de narcissen, speenkruid en de forsythia. Deze worden door het dierenrijk, denk dan bijvoorbeeld aan de insecten, toch als eerste gezien. Deze Metascoria kondigt het voorjaar ook al aan. Knopjes die beginnen lichtgroen te ontspruiten. Het is een coniveerachtige en er komen fijne naaldjes aan. De watercypres in het Nederlands. Een goede vertakte boom en toch wel bijzonder. Kijken wat er in de bosgrond ontkiemt. Hier kunnen we dus plantjes ontdekken die we allemaal wel kennen. Van in het najaar gooien we helikoptertjes in de lucht en dat zijn dus de zaadjes van de esdoorn. Hier ligt dus nu nog zo'n helikoptertje. En hier kunnen we dan ook mooi zien dat het zaadje mee de lucht in is gekomen.
Dit zegt eigenlijk niks. Dit zijn de eerste groeibeginselen van een nieuwe boom. Deze zorgen voor de energie dat die opgeslagen wordt. En dan pas komen de echte blaadjes eraan. Op dit perceel zien we dus dat er een aantal grote bomen zijn omgezaagd. De beheerder heeft nu een aantal groepen kleine boompjes teruggeplant en deze worden dus de toekomst. Kunnen uitgroeien tot een grote boom en dan zijn we weer 100 jaar verder. Ook hier zien we de kikkers weer aan de rand van de gracht. Geniet het van de voorjaarszon. Lekker op temperatuur komen na een lange koude winter. We hebben geprobeerd een tipje van de sluier op te lichten van het ontluikende groen hier op landgoed IJzerbliet. We willen u graag een volgende keer weer meenemen op een ander bijzonder landgoed hier op de Noordwest-Veluwe. En misschien hier ook wel weer een thema uitlichtend op landgoed IJzerbliet. Tot de volgende keer. Het verlengde fietspad Rozenboomspoor werd officieel geopend door de wethouders uit Heerde, Wezep en Hattem. En de gedeputeerde Connie Biese van de provincie Gelderland. Het is nog niet zo lang geleden dat we daar bovenop de brug stonden om het fietspad op de spoorbrug te openen. Mevrouw Biese was daar ook bij en René de Heer van Zwolle. Het is natuurlijk een prachtige verbinding geworden tussen Zwolle en de Veluwe. Dat was eigenlijk de eerste stap die we gezet hebben. En we hebben toen ook gelijk een fietspad gemaakt wat hier tussendoor loopt. En wat straks via die nieuwe woonwijk die u daar ziet, verder richting Hattem gaat. Die woonwijk, dat is een wijk die we op dit moment in aanbouw hebben. Daar komen 275 woningen op. En dat is een plek waar het straks heel prettig zal zijn om te wonen. Heel dicht bij de mooie IJsselbrug en heel dicht bij de grote stad Zwolle. De tweede stap die zetten we eigenlijk nu. Er ligt hier van alles voorbij. De tweede stap die zetten we nu. En dat is het fietspad wat we nu hebben doorgetrokken. Richting wat wij noemen het Rozenboomspoor. En dit fietspad is eigenlijk een pad wat nu al zijn diensten bewijst. Je ziet heel veel mensen daar gebruik van maken. En het is een prachtig fietspad voor het woon-werkverkeer naar Zwolle. Mensen maken daar graag gebruik van. Niet alleen vanuit Hattem. Maar ik merk ook dat ook mensen vanuit Hattembroek, Wezep en zelfs ook vanuit de richting Heerde dit fietspad ontdekken en gaan gebruiken om op een veilige manier naar Zwolle toe te komen. Het is ook een fietspad wat het toeristisch recreatief product van de Veluwe ontsluit. En met name vanuit Overijssel is de Veluwe op deze manier op een prettige manier heel dichtbij gekomen. Ik denk dat het een goede bijdrage levert ook aan de economie in deze omgeving van dit deel van de Veluwe. En ik zie ook dat daar mensen dus ook weer heel veel gebruik van aan het maken zijn. En ik zie uit naar de zomerperiode, want dan zal dat nog meer het geval zijn. En met een beetje fantasie zou je dit fietspad eigenlijk wel het eerste H2O-fietspad kunnen noemen, collega's. Ja. Want het is een fietspad, ik zeg het al, dat is niet alleen voor Hattem van belang, maar krijgt ook een functie voor het fietsverkeer tussen Heerde en de gemeente Oldenbroek. Ik ben ook blij dat mevrouw Biese, de gedeputeerde, hier is. Ik wil u hartelijk danken voor het geld wat ter beschikking is gesteld door de provincie en wat ook in regionaal verband ter beschikking is gesteld voor dit project. En om dat te onderstrepen hebben we daar een mooi bordje op het bruggetje geplaatst. En ik zou u eigenlijk willen vragen om daar vast de strik af te halen. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Voor open. Nou, nogmaals, een mooi fietspad. Ik denk ook dat dit een goede verbinding is naar het station in Zwolle. Een hele prima verbinding, maar misschien ook wel naar een station in Wezep. En wat dat betreft ben ik ook blij dat Nicolette Hoorn van de gemeente Oldenbroek hier als wethouder is. Want dat betekent dat misschien
voor de stationsomgeving in Wezep misschien nog wel iets moois te bedenken is. En dat ook fysiek die verbinding daar tot stand gebracht wordt. Ja. Nou, ik heb al gezegd, Heerde, Herman is wethouder in Heerde. Ook daarvan zie je dus dat de fietspaden nu een mooie aansluiting krijgen. Ik denk dat het een heel mooi geheel geworden is. Maar voorlopig zijn we heel dankbaar voor hetgeen hier gerealiseerd is. En om dat te vieren, denk ik dat het goed is dat we nog even de tent in gaan met z'n allen en even een hapje en een drankje nemen. Tenzij misschien mijn collega's of u nog iets wilt zeggen. Nou, ik wil wel heel kort inderdaad wel wat zeggen, want eigenlijk is alles al genoemd. Hè? Een prachtig fietspad. Eerste fase eigenlijk de brug naast de spoorbrug, de fietsverbinding. Die al een hele belangrijke schakel natuurlijk gevormd heeft, maar dit maakt het fietspad helemaal af. Het is een voltooiing van een regionaal fietspad wat een hele goede verbinding geeft. Niet alleen voor Hattem, natuurlijk wel voor Hattem in de eerste plaats, maar niet alleen voor Hattem. Maar ook de andere gemeentes Wezep, Oldebroek en Heerde en Wapenveld om inderdaad snel in Zwolle te zijn voor het woon-werkverkeer. Maar ik zie het inderdaad ook als een grote aanvulling op het toeristisch-recreatieve product wat geleverd wordt. De Veluwe als belangrijke trekker. Natuurlijk voor de mensen uit Overijssel, maar ook voor een gezellig ommetje, voor de mensen die hier wonen. Eventjes de brug over de mooie IJssel zien, maar ook weer terug kunnen door dit prachtige landschap. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Maar ook heel hartelijk dank aan ProRail natuurlijk voor de medewerking, want daar is het in eerste instantie ook al mee begonnen. Maar ook de gemeentelijke samenwerking hier in dit deel van de provincie. Want uiteindelijk is het geld inderdaad gekomen vanuit de regionale contracten. Dus daar moet je het ook met elkaar eens zijn. En fijn dat het inderdaad gelukt is dat de gemeenten inderdaad met z'n allen gezegd hebben. Dit is belangrijk dat hier een goede verbinding komt naar een Overijsselse stad. Die voor jullie allemaal heel erg belangrijk is. En waar veel mensen naar school gaan. We zagen er net al iemand fietsen. Maar waar ook vaak door mensen hier gewerkt wordt. Ik wens jullie allemaal veel fietsplezier. Ik heb net een stukje af mogen leggen op een hele bijzondere fiets. En het is een heel fijn fietspad, dat mag ik concluderen. Prachtig materiaal en volgens mij moeten we er meer zo in de provincie nog krijgen. Veel succes allemaal. Ja, wij doen ons best. Dus, goed. Ties Jaartsma stopt met sport op zaterdag in het programma Tweede Jeugd Sportief. Dat vinden we allemaal heel jammer, maar we hopen op een waardig opvolger of opvolgster die de fakkel van Ties wil overnemen. Wie durft deze uitdaging aan om onze plaatselijke langste lijn een nieuwe impuls te geven? Waar die berg dropt, Ties? Straks aan het einde is dat helemaal voor de helft leeg. Ik heb geen idee wie ze altijd meebrengt, maar ik ben er wel bijzonder blij mee. Heerlijk. Ik bel nu al niemand. Wie belt daar, Ties? Ja, hou wel. Samen met X als Frankie Goes to Hollywood en Eraser. Na de Blonsgebied Ready to Wake. Dat in onder meer Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1 werd. Een koffer van. Plaats van A. We hebben dan 5 wedstrijden, Arend. Dus ja. het wordt druk. Ja, maar ik ben er nu wel een keer. Ja, oké, maar weet in ieder geval dat er dus wel af en toe wachtende kunnen zijn. Ja, maar dat is... Goedemiddag, het is 14 uur 2 en bijna 50 seconden op de allerlaatste dag van maart van 2012. U luistert naar de Tweede Jeugd Sportief. Bommetje vol zitten we vandaag. 5 voetbalwedstrijden. In 3C, Hardenberg-Hattelheim met RTW Hardenberg collega Rutger Hesseling. Wedstrijd begint om 3:15. Dus we hebben kans dat we heel even doorgaan in de verlenging. We gaan het hebben over motocross. We gaan bellen met Willem-Jan van Beveren. Want er zal worden gecrossed op circuit de Bargen. Dat gebeurt allemaal op tweede paasdag. En zometeen na de openingsplaat van Don Henley krijgen wij hem aan de lijn. De heren hockeyers nemen het op thuis tegen Deventer. En we proberen of Robert Justus de trainer of aanvoerder Sjoerd Dijkstra aan de lijn te krijgen. En er wordt gebiljart. Gerrit Hogers van biljartvereniging DOS
Is vanmorgen even geweest bij Hattem Actueel. Zou een opname worden gemaakt, is niet geheel gelukt. Dus wij gaan proberen om iemand van de biljartvereniging aan de lijn te krijgen later vandaag in deze uitzending. En Evert-Jan Pasman heeft een interviewtje gemaakt met Pepijn Bijsterbos. En wellicht, als we daar nog tijd voor hebben, dat we dat ook nog even laten horen. En dat gaat dan natuurlijk ook over de motocross. Kortom, meer dan genoeg te doen. Achter de knoppen vandaag Wim van der Ziel, muziek Lida Timmerman, presentatie Ties Jaarsma. Nou, zo zit het dus een beetje in elkaar. We worden gebeld door verslaggevers. Het is allemaal live. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. We hebben nu net de opener gehad. We gaan wel zien wat het allemaal gaat worden. En het is altijd spannend. Je weet echt gewoon niet wat er gebeurt. Dus ik ga je afscheid nemen aan het einde van dit seizoen. Dus mocht het je leuk lijken om hier op mijn stoel te gaan zitten, live, meld je dan aan. info@rtbhattem.nl. U kunt het blog bellen. Kijk op onze site rtbhattem.nl. Nou ja, bij tijd erbij. Nu en dan was Voerman vergezeld van Jan Verkade uit Amsterdam, zijn toekomstig zwager. Naast de academie nam deze lessen bij Voerman. In de zomer van 1886 trokken ze voor het eerst samen naar buiten en werkten in Kampen, Nunspeet en Hattem. Vooral de laatste plaats, waarvan kerk en raadzaal al in 1861 Johannes Bosboom tot werken inspireerde, viel zeer in de smaak. En ze kwamen met zulke opgetogen verhalen in Amsterdam terug, dat ook andere jonge schilders in de zomer naar Hattem trokken. Het gevolg was dat Hattem omstreeks 1887 tot een levendig kunstenaarscentrum uitgroeide. U kunt nu kijken naar het vierde deel. Vergeleken worden als schilder. Ja, eigenlijk die hele periode van zijn tijd. Maar een man als Floris Verster was erg mee bevriend. Ze hebben ook samen tentoonstellingen gemaakt. Roelofs. Eigenlijk die niet de Haagse school, maar wel de Amsterdamse kant. Hij staat eigenlijk heel uniek en vrij op een eenzame hoogte als zodanig. Daar rechtboven, daar is een gemberpot met Oostindische kers. Rechtboven. Maar die heb je in aquarel ook heel prachtig, eigenlijk fijner. In zijn Amsterdamse periode heeft Voerman, om in zijn onderhoud te voorzien, ook lesgegeven aan Jan Verkade, hij werd later zijn zwager, en ook aan Augustine Obreen. In die tijd ontstaan de aquarellen, de kleine stillevens, van Voerman. Als goed docent ga je de onderwerpen die je studenten opgeeft eerst zelf verkennen. Ontzettende voorliefde voor gemberpotjes. Die mooi van glans vond en die dan vulde met chrysanten, witte chrysanten. Of geraniumachtige tegen een geborduurde lap. Heel mooi. Hij was donkerder, maar hij had heel veel gevoel voor de eenvoud van zo'n aquarel. Deze blauwe gemberpot heeft Voerman vaak geschilderd. Dat is zijn beroemde pot Augustine. Hij maakt geen pronkstillevens, maar sobere compositie. Een pot en een Boeddha-beeldje. Maar toch, aan de stofuitdrukking kun je zien, aan het glazuur van de pot en het beeldje,
dat hij zijn métier beheerst. Maar hij etaleert zijn vakmanschap niet. Het blijft ondergeschikt aan de hele sfeer van het stilleven. En ook het plezier in het schilderen zie je bij hem. Vaak zet hij zijn rozen of hier de pot op een spiegelende ondergrond. En dan schildert hij het heel vaag, het thema, nog een keer. En dat kun je ook hier op dit schilderij, dat in het Voermanmuseum in Hattem hangt, prachtig zien. Ik denk dat mevrouw Voerman en hij zelf waarschijnlijk ook erg van gember hielden. Dus een kopje natte gember in die klont gember op sap. En die zaten daarin met een vliesje, perkament eroverheen vroeger. En op zijn atelier had hij natuurlijk heel veel vazen, vaasjes, kleine dingetjes die hij gebruikte bij als requisiet, als een onderwerp om te gebruiken voor zijn tekenen. Er is er één bij, maar die staat in dat kleine kabinet, de pot Augustine. En dat gaat over een vrouw, Augustine Obreen, die woonde in, een leerling van Voerman, in de tijd dat hij in Amsterdam zat. Toen was hij geloof ik nog niet getrouwd met of daaromtrent. En die vrouw, Obreen, die kwam op les bij hem. En toen had zij ergens bij een andere, bij een beurtvaartschipper in Amsterdamse gracht, had ze wat spulletjes vanwege het schoonmaken of wat dan ook gezien. En zei, ik heb een pot gezien, het is zo schitterend, een zoutpot of die helemaal uitgeloogd is. En toen heeft hij tegen haar gezegd, haal hem, koop hem. Nou ja, wat zal het gekost hebben, een stuiver misschien, meer niet. En die heeft hij heel veel gebruikt op schilderijen. Daar hangen hier ook een paar aquarellen, allemaal in die pot Augustine. Maar die pot Augustine die ik zelf ooit heb bemachtigd via iemand van de familie heeft me gegeven, die staat nu hier. Die is onder andere geschonken aan het museum. En zo zijn deze stillevens ontstaan. Deze pot heeft een verhaal. Zijn leerling, Augustine Obreen, had deze pot zien staan bij een schipper in de kajuit. En vertelde dit aan Voerman dat ze zo'n prachtige pot had gezien met een heel bijzonder blauw. En toen moet Voerman gezegd hebben, nou probeer hem te kopen, neem hem mee. Deze pot was wat aangetast door zout en daardoor is het glazuur, heeft een prachtige verkleuring gekregen. En daarom heet deze pot de pot Augustine, naar zijn leerling. En die heeft hij vaak gebruikt, hier met Oost-Indische kers, maar ook met andere bloemen, om dat onderwerp weer te geven. En niet zozeer om de pot en om de bloem, maar meer als kleurenstudies. Wat doet nu dat oranje tegen dat blauw? En als ik daar een azalea in plaats, wat doet dan dat wit tegen dat blauw? En zo bleef het toch, zo'n gewone pot bleef spannend voor Voerman. Hier begon de Hattemse periode van Jan Voerman. In 1889 kwam hij met Anna Verkade in Hattem wonen, zoals hij als kind al heeft voorspeld. Hij heeft immers gezegd, als ik later groot ben, ga ik trouwen en in Hattem wonen. Dat heeft hij gedaan en hier boven wat nu heet restaurant De Truffel, destijds De Zon, is zijn Hattemse carrière begonnen. Hier is ook zijn zoon Jan Junior geboren. Het was een donkere ruimte en het werk leed eronder. Er kwam ook kritiek van de kunsthandel. Dit werk was niet verkoopbaar. Een jaar later verhuizen ze van de markt naar de Kerkstraat en daar gaan ze wonen in het logement van Blom, het Vosje. Hij heeft daar maar kort gewoond en het was voor hem een uitkomst toen zijn zwager hem aanbood, toen hij naar Frankrijk vertrok, om zijn woning aan Kerkstraat 38 over te nemen. Daar was meer licht en bovendien was daar een atelier. Hier kon Voerman
weer echt schilder zijn. We staan hier voor een historisch pand. Het woonhuis van Daendels. Maar niet alleen vanwege het feit dat Daendels hier gewoond heeft, is het een bijzonder pand. Maar ook de schilders Jan Verkade en Jan Voerman hebben hier gewoond. Jan Verkade woonde hier tot 1891. Daarna vertrok hij naar Frankrijk en toen vond hij dat zijn zuster en zwager een ruimere woning nodig hadden. Een woning met een atelier. En heel grootmoedig stond hij deze woning af aan Voerman en zijn vier, bijna vijf kinderen. Zo, beste kijkers, dit was het weer voor deze week. Wij begroeten u graag volgende week vrijdag vanaf 9 uur op deze zender. Tot dan, dag. We'll be right back.